De webdienst LibraryThing is bijna onmisbaar voor iedereen die alles graag een boek leest en zijn collectie graag uitbreidt en nieuwe boeken leren kennen. Je vindt de Nederlandstalige versie op www.librarything.nl. Daar klik je op Word nu lid. Je geeft je naam op, je kiest een wachtwoord, je kan je e-mail opgeven, wat handig is als je je wachtwoord makkelijk vergeet. En dan kies je voor het type dat is natuurlijk persoonlijk. Je drukt op Word nu lid. Natuurlijk zijn sommige namen al in gebruik, dan moet je er een nieuwe gaan uitkiezen. Dat doe ik zo. Voilà, en ik probeer het nog eens. Ziezo, klaar. Hier uh, word je nog ingeleid in Library Thing. Je moet hier nog de naam invoeren van de auteur van dit werk, en die kan je normaal gezien hier van onder aflezen. Als dat niet het geval is, dan druk je hier op Vraag een andere omslag. Ziezo, ik ben binnen. Nu kan ik nog mijn account gaan koppelen aan mijn Twitter en mijn Facebook account, maar dat sla ik even over, want ik gebruik dit vooral voor persoonlijk gebruik. Beginnen doe je wellicht door boeken toe te voegen aan je bibliotheek. Dat kan door hier op boeken toevoegen te klikken op of hier op de welkomstpagina op voeg boeken toe aan mijn bibliotheek. Ik ga even deze weg kiezen. In dit vak kan je, zoals je hier ziet staan, de titel, auteur, ISBN-code of LCC-nummer enzovoort invoeren. En dan gaat LibraryThing op zoek naar het boek in de gigantische collectie. Ik ga even op zoek naar Fight Club. Zoals je ziet staan hier nu heel wat boeken. Het is deze. Dit is de film, ik moet het boek van, van uh, Palenioek hebben, van Chuck Palenik. Maar je kan hier ook zien in welk systeem er gezocht wordt. Dat is Library of Congress op dit moment. Het gemakkelijkste waar je kan gaan zoeken is bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek of de Koninklijke Bibliotheek van België. Maar er zijn nog meer bronnen beschikbaar. Het hangt er natuurlijk een beetje van af van welk, in welke taal je boek beschikbaar is. Op amazon.com vind je heel veel Engelstalige boeken. Ik kies hier even bij de taal. Voor Nederlands. En dan zie ik de Vlaamse centrale catalogus staan. Die klik ik aan, want die wil ik graag gebruiken. Ga ik nog eens op zoek naar Fight Club. Voilà, die werd vertaald als De Vecht Club door Chuck Pelaniak. Ik heb de Engelstalige versie, dus ik klik hierop. Voilà, het boek is toegevoegd en het verschijnt hier in deze lijst met onlangs toegevoegde boeken. Hier kunnen er een tiental staan, maar dit is natuurlijk het eerste boek dat ik toevoeg. Vandaar dat hij daar nu eenzaam staat te wezen. Voor de lol voeg ik nog snel een paar nieuwe boeken toe. Ziezo, een boek of drie, dat zal wel volstaan. Nu heb ik er drie in mijn bibliotheek en dan klik ik hierboven op Mijn boeken om Mijn boeken te gaan bekijken. Die worden hier nu weergegeven in een lijst. Druk je op omslagen, dan krijg je ze iets properder te zien, netjes op een rijtje. Ze krijgen ook automatisch een cover mee, zoals je ziet. Maar sommige boeken hebben ook verschillende covers. Dan kan je die omslag gaan wijzigen. Daarvoor klikken we op Lijst. In de lijstweergave klik ik op een cover en kies ik voor wijzig omslag. Nu kan ik even kijken welke omslagen er zoal bekend zijn voor dit boek. Vind je de omslag die je zoekt niet, dan kan je zelf het bestand uploaden van je computer door hier op choose file te klikken. Ik heb het boek met deze omslag, dus kies ik die. En voilà, zo gemakkelijk gaat het. Als ik nu terug naar mijn boeken ga... Dan is die gewijzigd naar de juiste versie. De lijstweergave is de interessantste om nog gegevens toe te voegen. Je ziet hier trefwoorden staan. Door hier even op te dubbelklikken kan je tags toevoegen. Bijvoorbeeld de auteur. Al is dat in dit geval een beetje dom, omdat hij ook al bij auteur staat. Maar je kan bijvoorbeeld Nederlandstalig toevoegen. Leuk. Fictie, ik zeg maar wat. Je kan zelf best wel wat tags verzinnen. Met een druk op bewaren vind je ze hier terug. Dat is heel handig als je een uitgebreide bibliotheek hebt. Dan kan je die hier gaan doorzoeken door op de tags te klikken. LibraryThing haalt standaard heel wat gegevens uit zijn bibliotheken, maar dat wil niet zeggen dat alles juist is. Je kan hier op het potloodje gaan klikken om de gegevens van het boek te gaan bewerken. Ook je tags staan hier tussen. Je kan hier je eigen bespreking, je eigen beoordeling nog gaan toevoegen. Delen via Facebook en Twitter als je die accounts gekoppeld hebt, en ga zo maar door. Zoals je ziet, is er echt enorm veel. Informatie die je er kan toevoegen. Bijvoorbeeld ook de datum wanneer je het hebt gekocht, wanneer je begonnen bent in het boek, wanneer je het hebt uitgelezen. Heel leuk voor het nageslacht of voor jezelf in de toekomst. Je kan je wijzigen in je bewaren door hier beneden op bewaren te klikken en dan kom je terug bij jouw boeken. Nu moet je nog op zoek gaan naar nieuwe boeken. Hoe doe je dat? Wel, ik vind dit boek bijvoorbeeld heel goed. Dan zie ik hier dat er nog 806 leden dat boek in hun collectie hebben. Dan klik je hier op die 806 en dan zie je ook meteen de gemiddelde populariteit. Klik je hier op laat alle leden zien, dan zie je alle leden die dit boek hebben. En dan zie je meteen ook welke leden het boek goed vonden door 5 sterren of zelfs minder sterren te geven. Bijvoorbeeld, ik pik er hier iemand uit die dit boek ook heel goed vond. Dan klik ik op Julie 21. En dan kan ik eens gaan kijken welke boeken zij nogal in haar bibliotheek heeft staan, kan ik ook zien welke zij goed vond, bijvoorbeeld de Da Vinci Code of deze deadline door Simon Kernick En dan kan ik dat boek ook gaan lezen. Hoe meer boeken ik zo ontdek, en als ik ontdek dat ik dezelfde smaak heb als Julie, hoe handiger het voor mij zal zijn om een nieuwe nieuw leesvoerliever te vinden. Er is nog een andere manier om boeken te ontdekken. Daarvoor klik je hierboven op profiel. En op deze pagina klik je op aanbevelingen. Hier krijg je aanbevelingen te zien, zowel van LibraryThing zelf als van verschillende leden. Je ziet hier de gemiddelde beoordeling, hoeveel besprekingen, hoeveel leden dit boek hebben. En dan kan je klikken op waarom je dat boek moet lezen. Deze aanbeveling is gebaseerd op The Green Mile door Stephen King, die ik in mijn collectie heb. Je ziet het: hoe groter je collectie, hoe accurater deze voorspellingen zullen worden. Als ik dit boek nu ken en ik weet dat het me niet zegt, dan klik ik gewoon op: nee, bedankt. En dan hoef ik dat nooit meer te zien. Je ziet het, de site ziet er niet meteen erg flashy uit, maar voor een boekenworm is dit echt de hemel. Niet alleen om je eigen bibliotheek wat te kunnen catalogiseren, maar ook om boeken aangeraden te krijgen en zelf aan te raden aan andere mensen. Hoog tijd om er dus eens aan te beginnen.